jij doet vandaag mee aan een tentoonstelling in de Jeruzalemkapel. Daar heb je wat werken staan. We staan nu hier in jouw galerie. Nou, voor de mensen die ook aanwezig zijn, dit is de oudste galerie van Gouda. En tevens het oudste pand van Gouda. Dus ik zeg tussendoor even dat de mensen opletten dat ze niet struikelen. Maar we hebben niet zo lang geleden hebben we 40 jaar activiteit gevierd in dit pand. En daar is van het begin af aan een accent op sieraden geweest. Maar daar zijn ook altijd de grotere dingen gemaakt. Alleen, als ze gemaakt werden, waren ze verdwenen. En dus die zag je niet zoveel. Daar is verandering in gekomen. En dat is nu dus zichtbaar. En de kunst in de kunst is dat je telkens met een nieuw aspect komt. En deze expositie heeft dan als titel restmateriaal. Dus geen roestmateriaal, maar restmateriaal. En dat is toch wel iets van deze tijd. Er bestaat ook afval, maar dat is dan materie die niet meer toegepast kan worden. En die wordt op een andere manier weggewerkt. Dat is dikwijls problemen. Heel belangrijk is dus dat we op nieuwe manieren met materiaal omgaan. En in mijn geval met roestvrij staal. Menno, mag ik je vragen, waar staan we hier voor? Wat heb jij hier gemaakt? Hier staan kleine sculptures die op iedere maat uitgevoerd kunnen worden. Het voordeel is als je dat niet alleen beperkt tot een tekening, dat de mensen ook de materiaalwerking en de ruimtelijke werking zien van een sculptuur die ze dan eventueel heel groot willen hebben. En hier zijn dan dus de voorbeelden, die zijn ook gefotografeerd, dat ze dus op 2 meter of welke maat dan ook uitgevoerd kunnen worden. En daarmee los je dus een belangrijk probleem op, dat veel mensen geen voorstelling hebben van hoe ziet het eruit als het groter is. Ik heb meerdere technieken, ik heb getekend, geschilderd. Keramiek is de laatste jaren op mijn naam geschreven. Ja, want ik heb meerdere dingen gedaan. Maar jij hebt ook les gegeven. Ook dat, de werkschuit is nu de Garen Spinnerij. En daar ben ik min of meer nog steeds aan verbonden. En hoe lang ben je al verbonden aan die Garen Spinnerij? Ik heb een kadertraining in 68 gehad. En de eerste cursus op de Nieuwe Haven in 69. Dus dat zijn vele, vele jaren. Wat heeft jou op het idee gebracht om torens te gaan maken van keramiek? Deze hele bijzondere bouwwerken. Daar is het eerste mee gezegd. Er staan overal torens. En om daar nog iets aan toe te voegen, wat je nergens tegenkomt, dat kan je verrassend als communicatiemiddel overbrengen aan mensen. En stellen hun vragen. En daar zijn antwoorden op te geven. Het eenvoudigste antwoord is storen als teken, gemoed van tijd. En dan zeggen mensen, meneer, hoe bedoelt u dat? Ik zeg, nou, overal staan torens tot het kleinste dorp. En het verhaal staat hier ook in de toren, maar op een andere wijze. De ene begint met de toren van Babel, de andere Kaudi, de andere Escher. Het verhalend karakter heeft zijn eigen weg gevonden. En jij kleurt je eigen keramiek in, je eigen, ik bedoel eigenlijk klei? Ja, er zijn veel restkleien. Dit huisje is al uit ijzelsteentjes gebakken. Zo kan je overal uit, zeker bij centrums, de klei uit de weggooiemmers halen, zet je onder water en wordt opnieuw aangekneed en weer hergebruikt. Hoe lang werk je nu al met klei? De eerste werkstukken kwamen in mijn eitjestijd en dat was de jaren 70. Eitjestijd? Ja, toen was er hier nog gietklei in Gouda en toen werden er eitjes gegoten. Met fotobeeldjes is dat zo binnen te eventueel nog in beeld te brengen. En dat was toen een reactie op de legbatterij waar in de jaren 70 al
enige kritiek op kwam. Dit is een herfstcreatie, dus deze heb ik als inspirerend voorbeeld gemaakt. Bij mij is het zo dat mensen altijd kunnen kiezen uit materialen en dan ze krijgen nooit dezelfde materialen. Ze moeten zelf creativiteit ontwikkelen en dit is dan ook een herfstcreatie. Jij bent bekend omdat je altijd van die hele bijzondere bloemwerken hebt. En wat heb je nu in je handen? Wat is dit voor een tak? Ja, dit is een pigface. Heel grappig. Het is inderdaad net een varkenskopje. Heb ik voor het eerst in Japan meegewerkt. Je hebt kort geleden, wanneer precies weet ik niet meer, ik geloof een maand geleden, dit boekje geproduceerd. Inspirerende bloemcreatie en afscheidsbloemwerk. Het gaat juist om dat ik de mensen laat zien dat je met bijzondere dingen heel veel kunt maken. En dat is ook wel een kracht van mij, dat ik altijd op zoek ben naar unieke materialen. Ik heb 6 jaar in het buitenland gewoond. Na mijn meesterbindenopleiding in Utrecht ben ik naar Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Trans-Siberië terug en toen 1/2 jaar Duitsland, 3 jaar manager in Zwitserland. Ik heb ook lesgegeven in Israël, demonstraties en in Engeland en in Sint-Petersburg. Dus eigenlijk op heel veel plekken in de wereld. Oh, leuk. En nu geef je nog steeds les hier in je eigen bloemmatelier? Ja, ik ben eigenlijk internationaal trainingscentrum. Dus ik heb inmiddels al 27 nationaliteiten die ik dan lesgeef in bloemschikken. En doe je dat het hele jaar door of bepaalde periodes? Ja, nee, dat kan. Ik kan ze ook opleiden voor een examen elk jaar in Alkmaar in juni. Maar ze kunnen ook voor een week komen of 2 weken of een paar dagen. En mensen kunnen ook gewoon aanmelden voor een bijzondere workshop, ook voor groepen. En dat kan ook gewoon voor mensen die in Nederland wonen. Niet. Dit is de boomwurger, de Celastris. En waar komt die vandaan? Die in Bosco, bij een kweker van mij. En is eigenlijk biologisch allemaal. Die heeft allemaal biologische takken. En deze is ontzettend bijzonder, want hij heeft eigenlijk geen water nodig. En het blad is er gisteren al afgeplukt en dan popt hij open. Dus het is een hele bijzondere tak en die verkoop ik gewoon los. Ja. En dit is dan die pikvee. Dit zijn gewoon de zonnebloemen. De zonnebloem, de harten van de zonnebloemen is ook heel mooi. Ja. Heel mooi. Mooi gevoel ook. Ja. En dan heb ik ook de colchicum. Dit is een heel mooi bolletje. Die komt langzaam open en die wordt een beetje lila-achtig. Oh, en die kun je gewoon zo neerleggen? Neerleggen, ja. En dan komt hij. Maar je kan hem ook in een pot zetten, maar dat hoeft eigenlijk niet. Oh. Dus je ziet hem ook nu bij de Joubertstraat, zie je ze ook. Dus als je? Zie je ze ook dat ze uitkomen. In het groen? Daar zitten ze in het groen. En deze takken, ja, wat dat zijn dat? Vetplanten. Dat zijn vetplanten. Die, zijn, die ken ik ook. Ja. Maar dit is een heel nieuw soort en hij is oranje. Ja, hij is gewoon echt puur natuur, maar hij is heel mooi. Heel grappig. Hij geeft bijna licht. Ja. Ja.